Voor het eerst sinds het begin van de coronacrisis heeft de gemeenteraad van Alphen aan de Rijn donderdagavond weer met nagenoeg alle raadsleden en wethouders fysiek vergaderd. Eigenlijk was het de bedoeling om dat pas in juli te doen, maar vanwege de installatie van Erik van Zuylen als nieuwe wethouder en alle rompslomp die dat met zich mee zou brengen als raadsleden thuis bij een digitale vergadering anoniem en schriftelijk hadden moeten stemmen, is besloten om de gemeenteraadsvergadering van juni al fysiek plaats te laten hebben. Wat is dan het antwoord? Dat verklaring, geloof ik. Dan mag ik u van harte geluk wensen. Dat doen we vanavond met een daverend applaus. En ook zijn opvolger werd beëdigd. Denny Zwerk neemt de vrijgekomen zetel van raadslid Erik van Zuylen in namens GroenLinks. Ik ben geen onbekende in de Alphense politiek of met de Alphense politiek. Ik draai al een tijdje mee bij GroenLinks. Op dit moment ben ik bestuurslid van de afdeling. Nadat ik in het verleden al een korte tijd commissielid ben geweest en al die tijd ben ik achter de schermen bij de fractie betrokken geweest. Verder was het vooral wennen. Zoals je kunt zien zit slechts een beperkt aantal raadsleden op de gebruikelijke stoelen. Dat zijn alleen de politici die deze vergadering het woord voeren. De rest zit als een soort examenklas achter tafeltjes of op de publieke tribune. Nieuwe omstandigheden vragen om een andere indeling van de raadzaal. Ik ben blij dat we vanavond het technisch allemaal netjes hebben kunnen doen. Het is denk ik ook heel fijn als er een nieuwe wethouder wordt geïnstalleerd en een nieuw raadslid. Dat iedereen daar fysiek ook bij kan zijn. En dat je ook gelijk weet hoe dat de uitslag van de stemming is. Want anders hadden we daar een aantal dagen op moeten wachten. Nou, dat is natuurlijk helemaal niet leuk. Maar dit heeft ook wel zo zijn beperkingen, om het maar vriendelijk te zeggen. Welke beperking ervaart u nog het meeste? Nou, vooral dat de raadsleden zo ontzettend ver uit elkaar zitten. En dat je bijna een verrekijker nodig hebt om de mensen helemaal achter in de zaal goed te zien. En ik heb van de raadsleden ook wel teruggehoord dat het heel erg wennen is dat je niet meer als groep dicht bij elkaar zit. Dat is natuurlijk toch, als je een politieke beraadslaging binnen je eigen fractie wilt hebben, heel fijn. Dat je even elkaar in de ogen kunt kijken, even kunt fluisteren. Dat gaat nu niet. Dus het vraagt ook weer om op een andere manier te vergaderen. Maar ondanks dat zijn raadsleden blij dat ze weer op deze manier kunnen vergaderen. Je mist met het digitale ook wel de interactie die je normaal wel even hebt in zo'n raadzaal. En dat merk je, dat is er dan toch wel weer. Ook al zit je heel gek en ben je heel ver uit elkaar. Je hebt ook wel weer interactie ook met andere partijen. En dat is digitaal wat lastig, want ja, je bent of aan het woord of je bent er allemaal niet. Dat je even dus inderdaad die blik kan wisselen, even kan peilen. Wat vindt een andere fractie, hoe zitten we erin? Wat willen we met elkaar? Dat echt even dat menselijke gevoel daarin. En dat je, zeg maar, als je digitaal vergadert, is het toch vaak, je moet dan gaan appen, het duurt allemaal lang en het voelt een beetje te grote afstand, zeg maar. En dan inhoudelijk, want de gemeenteraadsvergadering van donderdagavond ging ook nog ergens over. Bijvoorbeeld over een fonds om genoeg sociale huurwoningen te kunnen blijven bouwen in de toekomst. En over de rol die Alphense jongeren moeten krijgen in het post-coronatijdperk. Premier Rutte heeft tijdens de coronacrisis de persco's gevraagd of jongeren mee kunnen denken over de nieuwe manier van samenleven na corona. Ook wel in de anderhalve meter samenleving, maar ook daarna. En toen dachten wij van de ChristenUnie, dat is hartstikke fijn, meedenken. Je kan zomaar het risico lopen dat jongeren dan even wordt gevraagd wat te doen. En dat we daarna natuurlijk met de 50-plussers allemaal weer onze eigen gang gaan. Nou, dat was niet de bedoeling. Vandaar dat we de motie hebben opgesteld, duurzame dialoog. Waarbij we zeggen, we praten nu met jongeren en dat blijven we ook doen. En op welke manier gaan we dan die samenleving weer opnieuw inrichten? Nou ja, dat moet niet zomaar een gesprekje zijn, maar dat moet een langdurige dialoog zijn met elkaar.